De oud-trainer van SV Meerssen, Danny Volkers, had eerder al aangegeven te stoppen vanaf 1 oktober. Het trainerschap bij de club mag hij niet meer combineren met zijn werk bij Roda JC. Eerder gaf hij al aan dat hij het moeilijk had om te stoppen. Ik denk dat je het al aan me ziet dat ik dat moeilijk vind. Ik heb hier drie fantastische jaren gehad. We zijn begonnen, volgens mij zijn ze door de corona destijds, waren ze veiliggesteld en stonden mee onderaan. En we hebben kunnen bouwen met een aantal mensen, met de staf wat ik heb, aan een nieuw team, een jong team. En als je dan ziet dat je binnen 3 jaar kampioen wordt, ja, dat had niemand gedacht. Het is nu aan de nieuwe trainer Kevin Hofland, die afgelopen dinsdag zijn eerste training heeft gegeven. Hofland, afkomstig uit Bingelrade, heeft als voetballer en als trainer al het nodige overwonnen. Ja, ik heb 16 jaar betaald voetbal gespeeld. Het hoogste niveau. Goed, als trainer een aantal jaren geleden begonnen op het hoogste niveau en nu staan we hier. Nou goed, heel simpel. Ik ben een voetballiefhebber en ik ben nu een aantal maanden zeg maar, niet meer op het veld geweest. Ook wat tijd aan mijn gezin besteed. En, dit kwam eigenlijk op het juiste moment, want ik was langzaam weer aan toe om lekker op het veld te staan. En ja, daarom sta ik hier. Afgelopen zondag speelde SV Meerssen thuis met 0-0 gelijk tegen Blauw-Geel 38 uit Veghel. Hofland bekeek de wedstrijd als toeschouwer. Nou ja, goed. Ik denk als je de wedstrijd kijkt, dat het in het begin dacht ik van we worden daar overrompeld hier de eerste 10 minuten. En daarna pakten ze het goed op. Krijg je natuurlijk een enorme kans eerst zelf. En de tweede helft heb je denk ik 300-400% kansen waar je moet maken. Dus ja, je speelt gelijk 0-0 in de situatie waarin je zit. Is elk punt nu, zeker met de geblesseerden, alles wat je hebt, de jongens die spelen, doe je het goed. Dus ook een compliment aan de jongens die nu weer gespeeld hebben. Maar ja, ze moeten zichzelf gewoon belonen en je hebt hier gewoon rek op 3 punten. Maar dat is ook de voetballerij. De doelstelling voor Hofland en zijn team is duidelijk: handhaving. Nou, ik denk dat de club een doelstelling heeft. Dat is in die derde divisie blijven. En het belangrijkste is, je hebt best wel een jonge groep. Je hebt, ik geloof de oudste is 28 als ik me niet vergis. Dus het is belangrijk om die jonge jongens ook op allerlei vlakken verder te helpen ontwikkelen. En dat moeten we samen doen als club zijnde met zowel de staf die er is als ook de spelers zelf. En ja, goed, ik zal best wel heel veel vragen van die jongens. Uiteindelijk zullen ze daar ook wel merken dat ze daar profijt van gaan hebben. Dus ja, doelstelling nogmaals vanuit de club en van mij ook is gewoon handhaven derde divisie. De intensiteit in de vierde divisie is anders dan in de derde. Dit heeft ook al voor de nodige blessures gezorgd. Je speelt 4 wedstrijden meer dan je gewend bent dan vorig seizoen. Dus daarom moest je ook eerder beginnen. En aan de andere kant is het ook gewoon heel simpel. Je moet gewoon... Ja, eigenlijk alles gaan doen om fit te worden allemaal en fit te blijven. En dat is mij als trainer de taak en ik ben er altijd van om een hoge intensiteit te kunnen spelen. Dus wedstrijden niet 90 minuten, maar 95 minuten kunnen volhouden. Dat is het minste wat je kan doen. Komende zondag zit Hofland voor het eerst op de bank. Dan moet SV Meerssen uit naar OJC Rosmalen.